8:15 en Nick is net de deur uit. Ik ben echt heel moe. Dat licht begint wel een beetje op te breken. En toen was mijn geheugen vol. Dus nu zit ik beneden in mijn pyjama. In mijn sportkleding. Gewoon een wit shirt en mijn sportbroek met lekker ontbijtkoek. Als ontbijt. Ik weet niet of het ongezond is, maar ik had gewoon zin in. Ik dacht 2 plakjes, lekker met boter moet kunnen. Wat ik wilde vertellen is dat het echt ontzettend lawaai was weer vanochtend. En Nick deed ook niet eens zijn best om zacht voor mij te doen. Dus nou, ik was echt wakker en ik kon ook niet meer slapen. Vet balen. Het is nu 8:15. En ik ga even mascara opdoen en dan ga ik richting de sportschool. We doen vandaag body balance. Dus een soort yoga schijnt. Dus ik vraag me wel af hoe goed het voor... Ja, telt dat als sporten? Yoga? Ja, ik heb nog nooit yoga gedaan. Ik zal misschien een van de weinigen zijn, maar ik ben echt een yoga leek. En ik vraag me dus af of ik het überhaupt wel leuk vind. Check my purple hair. Ongeborsteld ziet er niet uit. Maar ja, dus dan moet ik even afwachten. Misschien vind ik het juist wel fantastisch, maar het zou kunnen dat ik denk... En is yoga sporten? Dat vraag ik me echt af. Is yoga sporten? Of is het gewoon een beetje relaxen, maar verder geen calorieverbranding of spiertraining? Ik weet het niet. Ach, het zal wel. Ik zit zo te eten. Vet leuk, hè? Dat heeft Nick gemaakt. Ik vind het echt zo leuk gedaan. Sorry, praten met volle mond. Hij heeft dus ook in die flessen allemaal één bloem gezet. Ik vind echt dat hij dat heel leuk heeft gedaan. Wat je trouwens ziet is het zonnescherm. Dat staat naar beneden. Dan is het iets donkerder. En mijn laptop is weer bezig. Nu ga ik niet meer smakken aan jullie. Met rust later tijdens mijn ontbijt. Koek, ontbijt. Body balance. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ik merkte wel heel erg dat constant mijn spieren aangespannen waren. En dat het echt zwaar was ook wel voor mijn spieren. Dat rekken wat zij, zo noemt zij het, dat voelt voor mij gewoon als keiharde spierinspanning. En dat voelt wel goed. Het voelt wel alsof je dat goed doet. Maar ik heb echt geen druppel gezweet. Echt geen druppel. Niks. Ik heb het niet warm gehad. Ik heb het niet moeilijk gehad. Alleen dat je dan heel lang op één manier moet staan. En bijvoorbeeld heel lang in een soort squat door je knieën. En dat je denkt, mijn benen verzuren. Maar daar houdt ook echt mee op. Gewoon echt om nou te zeggen van, op een gegeven moment moest de buikspier dingen doen. Dat was dan ook wel weer echt zwaar. Dat ik dacht, ik kan niet meer aanspannen. Maar ja, of het nou echt heel goed is en of ik er nou relaxed van werd. Op het laatste moet je dan echt helemaal adem naar je teen. Adem naar je enkels. Adem naar je kuiten. En dan denk ik alleen maar, ik weet niet hoor, maar hoe adem ik naar mijn tenen dan? En op een gegeven moment komen ze bij de buik. Denk ik, dat kan ik. Adem naar de buik, dat kan ik. Nee, maar dat, ik weet niet. Dat is gewoon misschien niet helemaal mijn ding of zo. En ook een bal, een energiebal tussen je handen. En doe hem opzij. Voel hoe je hem opzij doet. Verplaats de kracht. Concentreer je. Het is misschien ook de manier waarop ze het zegt. Dat ik denk, doe dat maar normaal. Misschien ben ik daar dan toch de nuchter voor. En we zeiden ook van, zullen we anders nog burn erachteraan doen, weet je. We hebben toch niet echt super intensief sport gehad. Maar burn ging dus gewoon niet door. Dus dat was ook geen optie. Maar ik zei ook tegen de instructrice, als ze het andersom zouden doen, eerst burn en dan body balance, dan zou ik het alle twee doen. Maar nu, weet je, nu, ik denk niet dat ik het snel weer ga doen. Maar ik zou wel even willen afwachten hoe het morgen zit. Want je hebt wel echt best wel zware spierinspanning gehad. Alleen 0,0 cardio. Misschien dat je toch wel echt spierpijn hebt morgen. Ik voelde mijn binnenbenen. Hoe noem je dat? Dijen? Ik weet niet. Mijn binnenste bovenbenen voelde ik wel echt. Maar die voelde ik al van gisteren. Dus je hebt zo'n apparaat dat je zo in moet duwen. Nou, daar krijg ik eigenlijk altijd wel spierpijn van. Maar nu zijn ze wel nog iets verzuurder. Ze dacht dat ze geen voorrang ging krijgen. Uiteraard wel. En dus ze zijn wel iets zuurder. Maar of ik er morgen last van ga krijgen, dat durf ik echt niet helemaal op te zeggen. Ik ben nu weer thuis. Ik heb gewoon de verwarming van de auto aan. Moet niet gek worden. Ik denk dat het hier ineens warm wordt.
En het is nog geen 9:45, dus ik heb het echt best wel snel gedaan. Ik sta heel scheef, maar ik ga zo toch weer... Oh nee, ik blijf wel de hele dag staan. Nou, in dat geval moet ik even iets recht te parkeren, want anders ben ik weer zo'n arso en ik hou niet van arso zijn. Al pracht ik wel als een arso. Nou, één voordeel. Ik hoef niet te douchen, want ik ben echt helemaal schoon. Ik heb echt... Dus ik ga even omkleden en dan ga ik lopen richting het station en het Primark time. Daar worden we pas echt gelukkig van. Lunch. Ik zit in de trein en ik ga lekker mijn lunch opeten. Ik zat in de vanochtend ineens te denken, hey, ik heb vanochtend koolhydraten op. Beetje jammer, helemaal vergeten. Yo. Even een mooie uitzicht. Een mooi uitzicht. Ja, vooral die blauwe knot. Yeah. We're going in. Dit, op dit grijs staat dat haar echt mooi. Friday is my favorite F-word. It's a yes. Hallo? Nee. Deze wel, andere maat. Twee high-waisted zijn het echt niet. Deze is ja en deze is ook ja. Het is een vest. Ja, maar als ik hem ook groter doe, dan is hij ook gewoon weer meteen al groter. Ja, dat was echt heel mooi. Vet gezond bezig. Broodje carpaccio. Jongens, ik had weer wat, jongen. Ik zat gewoon naast een dikke, vette BN'er in de trein. Nou, een dikke, vette BN'er. Nou, ja. Ik merkte het helemaal niet, want ik had dus mijn Primark-tas naast me staan. En je bent toch altijd een soort zo van... Ik zet hem alleen weg als het zo druk wordt dat ik denk, oké, nu kan ik het niet meer maken. Dus ik was hem aan het opruimen en toen kwam er een oude man stilstaan. Oh, een oude man als hij dit ziet. Maar voor mij een oudere man. En ik dacht, oh oké. Okay. Ik was al bezig en ging hij ook nog vragen, mag ik hier misschien zitten? Dus ik zei ook nog echt een beetje op zo'n botte toon. Ja, ik was al een poging aan het doen. En nou, dan ruim ik mijn spullen op en ik zeg tegen Birdie van, waar zijn we nu? Want dan rijdt het volgende station binnen. Zij zegt, Amsterdam, Amstel. Ik zeg, poh, dat duurt ook lang. En hij begint. Nou ja, dat ligt eraan waar je heen moet. Ja, als je in Utrecht bent, dan ben je er zo. En ik kijk hem ook gewoon nog steeds niet aan. Want ik denk van, oh, dat moet ik weer hebben. Weet je, als er iemand die tegen je begint te praten. En ik zeg, nou, ik moet naar Veenendaal. Dus het is iets verder. En dan begint hij van, oh, Veenendaal. Is dat nog steeds zo orthodox als vroeger? En ik denk, nou, en ik kijk hem aan. En ik denk ineens, hey joh, ik ken die man. Ik ken die man. Wie is dat ook alweer? En... Birdie, echt die muts. En soms is zij zo'n muts. En ze zegt ook echt tegen mij gewoon, kijk eens op je app. Ik denk, ja, dat is overduidelijk dus dat jij mij nu aan het appen bent en dat het over hem gaat. En zij zegt, dat is Maarten van Rossum, dat is Maarten van Rossum. Ik zeg, ja, waar is hij ook alweer van? Ja, van Wereld Draait Door zit hij heel vaak. En toen dacht ik ineens, oh ja. En toen begon ze helemaal over... Ja, over dat ze graag geschiedenis zou willen studeren. En hij begon natuurlijk van, oh, mooi vak. En ik dacht echt, oh, Birdie. Het is echt alsof hij het erom doet gewoon. Maar het was wel grappig. Hij was echt wel, het is een beetje zo snel. Ik kijk eerlijk gezegd niet De Wereld Draait Door. Want ik vind het gewoon niet echt een fantastisch programma. Ik vind de manier van presenteren niet zo leuk. En ja, ik weet niet. Het is gewoon niet mijn ding. Ik kijk het wel eens, omdat Nick het heel leuk vindt. Maar... Ja, om nou te zeggen dat ik het dan ook zo goed volg. Niet dus, want dan had ik wel geweten dat hij Maarten van Rossum heet. Maar het was wel echt... Het was wel ja, grappig. Hij deed ook gewoon mee. En die vrouw daarnaast die zei nog van... wat grappig om te zien dat uw humor niet alleen op tv is. Want ik zei dus van... tegenwoordig is Veenendaal een beetje Sodom en Gomorra. Oh, oh, oh. Ja. En toen ging hij weg en toen zei hij de groetjes aan Veenendaal. Nou, Veenendaal, de groeten van Maarten van Rossum. Ja, leuk vent. Het was echt wel een leuk vent. En nou ga ik naar de... Ik zit even te kijken waar ik eraf moet. Ik raak altijd in de war. Naar de Jumbo. En dan
dan ga ik eventjes een aantal dingen halen. Ik vroeg wat Nick wilde eten. En hij wilde heel vervelend. Ik had dus wel bij die andere... Oh nee, ik moet bij deze eraf. Pizza eten. Dus, maar ik heb vanmiddag... Oké, jongens, ik weet het. Ik zou geen koolhydraten meer eten. En dat heb ik vanmiddag wel gedaan. Maar ik ben toch een beetje trots op mezelf. Want Bernie en ik gaan altijd naar de McDonald's. En we zeiden echt tegen elkaar... Oké, laten we anders een tentje opzoeken waar we gewoon een gezond broodje kunnen eten. En niet gelijk weer McDonald's. En toen hebben we lekker broodje carpaccio genomen. En toen dacht ik, ja, ik vind dat echt goed van ons. Ik vind dat echt gezond. Ik word er echt blij van. En het is, oké, het is wel weer brood. Maar het idee om geen koolhydraten te eten is vooral om gezond te eten. Omdat we dus zo, ja, blijven eten. Of vooral slechte, vette dingen blijven eten naast de sporten. En dat we daarom dus het idee hebben dat het geen zin heeft. En ik heb vandaag echt wel goed gegeten. Ik heb twee stukjes ontbijtkoek op, sla en een broodje carpaccio. Nou, er is echt helemaal niks mis mee. Ja, en dan vanavond pizza. Maar ik had al gezegd, het avondeten blijft gewoon het avondeten. En we hebben deze week alleen maar gezond gegeten eigenlijk qua avondeten. Dus dan, weet je, dan kan dat pizzaatje er ook nog wel bij. En het is gewoon pizza van de supermarkt. Ik heb ook altijd het idee dat dat minder slecht is dan pizza van de pizzaboer. Ik zit eventjes met te parkeren. Oké, hoppa. Dus pizza, wat moest ik nog meer hebben? Ik weet het niet meer. Ik vergeet echt boodschappen. Ik denk altijd als mijn moeder zegt, oh, ik ben mijn lijstje vergeten. Oh nee. Dan denk ik altijd, nou, je weet toch wat je moet hebben. Maar nu snap ik echt waarom ze een lijstje maken. Dus je vergeet de helft. Boodschappen doen is eigenlijk misschien wel het vervelendst. En de moeilijkste, langste taak van het huishouden. Even de wc schoonmaken vind ik geen probleem. Even stofzuigen vind ik geen probleem. Bed opmaken niet. Boodschappen doen vind ik echt niet leuk. Ten eerste kost het altijd geld. Dat vind ik al niet leuk. Ik koop altijd meer dan ik wil. Ik koop snel ongezond. Weet nooit wat ik moet hebben en vergeet altijd dingen. Nog meer negativiteit? Nou ja. Ik denk dat mijn moeder het echt heel leuk vindt dat ik naast Maarten van Rossum in de trein zat. Ook al... Ja, weet ik wel. Ik heb me gewoon niet herkend. Totdat ik... Ja, het spijt me. Maarten, het spijt me. Ik vond het leuk om naast je in de trein te zitten. En ik hoop dat we elkaar nog eens zien. En ik heb de groeten gedaan. Groetjes terug uit Veenendaal. Ik ben hard gefaald in het gezonde boodschappen doen. De pizza's. Ik wist niet welke Nick wilde. En ik weet dat hij deze alle twee lust. En anders kunnen we altijd nog half om half doen. Snoeptomaatjes. Gezond. Kersen. Gezond. Worteltjes. Gezond. Kipsaté vind ik echt heel vies. Maar dat is voor mijn vriendje. Heeft hij ook iets lekkers. Dus ik ben best wel trots op mezelf. Behalve dat ik al zei dat het altijd misging. Ik ben namelijk de afbakbroodjes voor morgen vergeten en wc-papier. Dus tot zover geslaagd. Een hoogtepunt in mijn schoonmaakcarrière. De stofzuiger schoonmaken met de kreumeldief. De storm handig dat je ze alle twee hebt. Ik heb mijn nagels gedaan met deze hele... Ik probeer het goed in beeld te krijgen. Een mooie kleur. En het is... Revlon met Spanish Moss. Check hoe mooi die glanst. Dat komt helemaal gemaakt door deze. Maar ook zonder die glanst die heel mooi. Zie je dat? Goeie shit. Mooi hè? Mooi. We hebben lekker een avondje gechilled en niet zoveel gedaan. De rail voor de, kun je dat zo zien? Scherpsteld? Nee, we waren met de rail voor de gordijnen bezig, want mijn mama komt morgen de gordijnen maken. Ik heb een lookje boven mijn oog. In de hoop dat ik een beetje slaap. Ik hoop dat het werkt. Wat rust hebben, bedankt voor het kijken en tot morgen. Goedemorgen. Zo licht is het dus in ons huisje als ik wakker word. Normaal als ik thuis in bed ging vloggen, dan moest ik echt altijd de lamp aan doen. Anders